Goeiedag allemaal, welkom bij de eerste digitale les geschiedenis en deze week gaat het over de Belgische welvaartsstaat. Ik hoop dat jullie me allemaal duidelijk en wel kunnen verstaan en ik zal jullie niet vervelen met ellenlange presentaties, maar gewoon in een zevental slides kort uitleggen waar dit over gaat. Graag zou ik willen dat je eerst het musical filmpje bekijkt, ooit gemaakt door Kobe Ilsen, over wat is de sociale zekerheid. Je krijgt een artikel van de Standaard, maar de bedoeling is dat je het filmpje in het artikel bekijkt. En dan krijg je een overzicht wat die sociale zekerheid de dag van vandaag allemaal is. Zoals je in het filmpje zal gezien hebben, krijgen wij dus een pensioen, vakantiegeld, kindergeld, een fonds voor beroepsziekten en zo verder. Allemaal dankzij het feit dat die sociale zekerheid ooit in de geschiedenis ingevoerd is. En wij hebben dus heel wat rechten de dag van vandaag. Nu, dat sociale zekerheidsgevoel is historisch gegroeid, vooral toen er eind 19e eeuw rond 1900 heel wat nieuwe wetten zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld maar aan het rust- en overlevingspensioen, bescherming na staking voor arbeiders, gezinsbijslag en zo verder. Jullie kunnen het allemaal lezen in de tekst, pagina 118-119 bij opdracht 1. En graag ook de oefeningetjes daarbij proberen beantwoorden. Nu, aan de basis van die sociale zekerheid ligt het sociale pact. Pas als alle mannen vanaf 18 jaar en ouder één stem krijgen, dus het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen in 1919, dan wordt er voor het eerst in de geschiedenis gedacht aan de verbetering van de leven- en arbeidsomstandigheden van de arbeiders. Stemrecht was noodzakelijk om iets te kunnen veranderen in het parlement en zo ervoor te zorgen dat er nieuwe wetten, betere wetten gestemd worden. En uiteindelijk in 1944, volle oorlogstijd, terwijl ons land bezet wordt door de Duitsers, komt er een akkoord en dat akkoord heet het Sociaal Pact. Heel belangrijk hierbij is pagina 120, waar je kan zien wat er allemaal in dat sociale pact zit. In eerste instantie de sociale zekerheid, dus daar zit uw vakantiegeld, pensioen, werkloosheidsuitkering en zo verder in. Maar een tweede is ook dat de overheid toezicht houdt op prijzen en lonen. Een voorbeeld daarbij is dat de overheid bijvoorbeeld maximumprijzen voor benzine, diesel zal vastleggen om het zo voor iedereen leefbaar te houden. Anderzijds zijn er ook minimumprijzen. Zo kunnen bijvoorbeeld tomatenkwekers, melkboeren een minimumprijs krijgen voor hun producten, zodanig dat het de moeite loont om te blijven werken. Een derde luik dat er ook deel uitmaakt van die sociale zekerheid of van het sociale pact is het feit dat er overlegorganen komen. Jullie hebben ongetwijfeld al gehoord van de vakbond, van een ondernemingsraad of al een comité bescherming en preventie. Misschien moet je het ook maar eens aan uw ouders vragen, maar die hebben we ook maar sinds 1944. De oefening daaronder kan je vrijblijvend afmaken. De Belgische overleg-economie ontstaat in de jaren 50, want eigenlijk tussen 1850 en 1950 stond België als tweede op de plaats voor de industriële productie. Onze steenkool, staal, textiel zorgden voor een ongekende bloei. Maar vanaf 1850 gaat het een stukje bergaf en de reden hiervoor waarom het bergaf gaat is dat er heel wat mijnen sluiten. Textiel is niet meer rendabel hier in België, men verkiest liever naar de lage loonlanden te gaan. En ook de staalindustrie kan zonder die steenkoolmijnen niet meer langer floreren. En dan gaat de overheid een overleg-economie maken. Namelijk, zij gaan nog meer kijken welke sectoren steun nodig hebben en niet. Nu, een voorbeeld ook bij die overleg-economie is dat men dan om de werkloosheid te beperken grote openbare werken gaat uitvoeren. En het is in die periode, in de jaren 60, dat dus ook heel wat autosnelwegen en havens in België een enorme groei kennen. Je kan opdracht 3 maken. Ik hoop dat jullie allemaal weten wat het BPP is. Dat is het bruto binnenlands product of de totale waarde van alle goederen en diensten in één jaar geproduceerd. Als jullie naar dat schema kijken, is de vraag: groeit de economie elk jaar?
Nee, dat is niet het geval als je naar schemaatje A kijkt, want telkens er een balkje naar beneden is, is dat een negatieve groei. Dus dat gaat niet op voor 1958, 1975, 81, 93 en 2009. In de jaren 60 gaat het dan weer zeer goed met onze economie. Werkloosheidscijfers zijn zeer laag. We halen in die periode ook heel wat migranten naar hier om te werken. Vlaanderen neemt de rol van Wallonië over. Het is de start van Sidmar, dat hier als taalreus in Vlaanderen neergepoot wordt. En de consumptiemaatschappij vindt haar intrede. Het is dus op deze moment dat elk Belgisch gezin over een tv beschikt. Dat zij ook eten in een ingerichte keuken. Dat iedereen een bad heeft in zijn badkamer. En dat iedereen zich ook een eigen auto kan permitteren. Waarmee ze dan in het weekend zeer graag naar zee rijden. Vanaf 1974 stijgt de werkloosheid weer. Veel bedrijven gaan failliet, want de lonen in België zijn veel te duur. Men verkiest ermee naar derde wereldlanden uit te wijken voor de productie. In heel wat bedrijven wordt ook automatisering doorgevoerd en dat is eigenlijk een wereldwijde crisis, ook door hoge olieprijzen. Denk maar, het is ook uit die periode dat autoloze zondagen dateren, namelijk men mocht dan een hele zondag niet met de auto rijden om op deze manier de prijzen te dalen. De staatsschuld groeit. Onze staat moet continu lenen om alles in draaiende te kunnen houden. De jaren 80 probeert men dit op te lossen door de lonen automatisch te koppelen aan de index. Wat betekent dat? De index is eigenlijk een korf waarin een aantal producten zitten. Daar kan spaghetti in zitten, daar kan een iPhone in zitten, daar kan Netflix in zitten, zoals dat de dag van vandaag is, couscous en zo verder. Dus een aantal producten die de mensen nodig hebben. En als de prijzen van die producten stijgen, betekent dat dat de levensduurte stijgt. En dan gaat men de lonen automatisch aanpassen, omdat anders de mensen die producten niet meer kunnen kopen. De lonen groeien daardoor niet. De regering moet besparen, dus de jaren 80 is eigenlijk niet zo'n goede periode. Maar na 1984 komt er een economische heropleving door een massale introductie van ICT, informatica, telecommunicatie. Heel veel mensen gaan ICT studeren. Het is de opkomst van de eerste computers. Men is ook volop aan het werken aan mobiele telefonie. Dus eigenlijk heel weinig werkloosheid en de uitvoer stijgt en veel winst komt binnen. In 1992 beslist de Europese Unie de euro in te voeren. En dat betekent opnieuw een dieptepunt. Want als België deel wil blijven uitmaken van de euro en de Europese Unie, moeten zij besparen op hun staatsschuld. En dat zullen we de latere jaren zeker voelen. In 2008 kennen we dan de crisis in de banken. Misschien hebben jullie daar ooit van gehoord. Een aantal banken veranderen dan van naam en moesten overheidssteun krijgen om te kunnen blijven bestaan. Bij opdracht 5 kan je daar zien welke banken daar ooit mee gestart zijn. Dat waren in de Verenigde Staten de Lehman Brothers. En tot vandaag de dag zijn de gevolgen daardoor nog steeds voelbaar. Het is zo dat ons economisch herstel niet echt wil lukken. Het aantal armen blijft stijgen. Het aantal zeer rijken neemt daarentegen ook toe. En we vrezen dat door de coronacrisis onze economie de komende maanden nog heel zware klappen zal krijgen. Maar daar horen jullie heel wat over in de actualiteit en in het nieuws. Tot zover deze les. Ik hoop dat het duidelijk was. Wij horen elkaar deze week nog voor een kahoetje en dan kunnen jullie eventuele vragen stellen. De taak die hieraan gekoppeld is, is dat jullie de vragen bij kennen en kunnen moeten oplossen. En dit zijn ook de dingen samen met het bordschema die jullie zullen moeten kennen voor het examen. Hou jullie goed en tot binnenkort.